Over het hele seizoen gezien, zeg maar, als je het opnieuw kon doen bij Lyon, wat had je dan met de kennis van nu anders gedaan? Oh nee, maar luister, dat is geen reële vraag, omdat je, want de situatie is nou eenmaal zo, dat je vanuit Duitsland naar Frankrijk gaat, waar ik de competitie niet van ken. Nee. Waar ik de spelers niet van ken, waar ik de manier van spelen niet van ken. Dus ik heb gewoon die tijd nodig om die competitie te leren kennen. Dat is gewoon heel eerlijk. En ook mijn spelers te leren kennen. En met spelers kennen natuurlijk, ik heb die jongens in de Champions League zien spelen. Ik ken ze qua spelen, maar niet qua mens, qua trainingsethos, qua voetbalintelligentie. Dat moet je allemaal leren kennen. Dus die tijd heb je gewoon nodig. En het ging natuurlijk ook snel in de zomer dat de transfer naar Lyon rondkwam. Ja, ik was op vakantie. Ik zat op Curaçao. En ik ben in een dag tijd even heel snel op en neer gevlogen. Om dat hier rond te maken. En ben hier aan de slag gegaan. En vanaf dat moment zijn we dus wedstrijden van het seizoen daarvoor op vakantie gaan kijken met Rob en Henry. Om die spelers beter te leren kennen. Maar zoals altijd, je leert spelers pas echt kennen op het moment dat je daar werkt. En we hebben stappen gemaakt. Absoluut. Maar we zijn, en dat is ook gewoon, moet je gewoon eerlijk zijn, we zijn niet goed genoeg om in de top in Frankrijk mee te spelen. Nee. Daar zijn we gewoon niet goed genoeg voor. Nee, en daar moeten we dus... Kwaliteit. En daar moeten we dus nu stappen in gaan maken. Ja, is dan het vertrek, ja, dat is jouw periode geweest, maar het vertrek van Memphis Depay, is dat dan zo'n grote impact geweest op dit elftal, het jaar daarvoor? Ik kan alleen maar kijken naar doelpunten en assisten. En wat had hij? Volgens mij 17 doelpunten of 7, ik weet het helemaal niet eens. Ja, sowieso niet van allebei in dubbele cijfers. Ja, zeker. Hij was met afstand hier. Ik geloof dat hij meer dan een derde voor zijn rekening nam van alle doelpunten bij elkaar. Ja. Misschien wel de helft. Dus dat is natuurlijk een aardig lating. Maar als je naar de expected goals waar jij het over had kijkt, ja, dan betekent dat je die mogelijkheden om te scoren in ieder geval wel gehad hebt. Ja. Dus in die zin hebben we een aantal dingen wel goed gedaan. Maar verdedigend hebben we een heleboel dingen niet goed gedaan. In het belangrijkste, de doelpunten maken, hebben we een heleboel dingen niet goed gedaan. Ja, dan is het logisch dat je niet bij de bovenste staat. Ja, want expected goals verdedigend inderdaad, daar blijven jullie ook wel daadwerkelijk ook iets achter op de concurrentie. Ja, maar er is voor mij een groot verschil tussen het begin van het seizoen, waar we 3-3 tegen Clermont spelen, waar we gewoon heel veel doelpunten tegen kregen. Of nu, wij spelen nu heel veel op de nul. We krijgen wedstrijden die we verliezen of die we gelijk spelen, maar één goal tegen. Dus dat is in ieder geval een stuk verbeterd. Deze wedstrijd krijg je er dan 3 tegen, maar dat is een uitzondering. Ja, want waar zit die verbetering dan in die je ten opzichte van de eerste seizoen zelf geboekt hebt? Nou, maar kijk, de principes die wij hebben om goed te verdedigen, hè, dat begint altijd voorin. Als jij een manier van spelen hebt waarin je hoog druk zet, begint dat altijd met druk zetten bij je spitsen. Nou, dat gaat beter. De 5-seconden-regel, die gaat beter. De restverdediging. Dat wegzetten van de restverdediging en het organiseren van die restverdediging, dat gaat beter. Daar hebben we enorme stappen in gemaakt. Ja, nee, maar dit is absoluut. Maar dit komt doordat mijn verdedigende. Kijk, dit was in een fase waarin we heel goed speelden. En met Paqueta, dat is gewoon een goede voetballer. Maar die overdrijft dan. En Dombele is ook een goede voetballer. En als je ziet dat ze daar door het midden combineren met je 2 verdedigende middenvelders voor de bal, je beide vleugelverdedigers hoog op, ja, dan kom je meteen in de problemen. En dan, volgens mij, wordt dit het doel. Wat heb je nog meer geleerd van werken in de Franse competitie? Want je hebt natuurlijk ook meer competities gehad in je carrière. Oef, dat en ook dat gaan we anders organiseren, maar de manier waarop je je vak beleeft, en dan kom ik uit de Duitse competitie, mm-hmm, is hier heel anders. Als ik hier zeg 9:30 in de kleedkamer, dan komt het merendeel van het elftal om 9:29:50 in de kleedkamer. Ze zijn niet te laat, nee, dat klopt. Ik zit wel al 5 minuten op mijn klokje te kijken, waar is iedereen? Ja. Ja, daar hou ik niet van. Ik denk niet dat dat de beste voorbereiding is om daarna een training aan te gaan.
Dus dat moeten we anders organiseren. Maar dit is wel hoe zij hier hun vak beleven. En ja, dat kan beter. Ja, dus dan praat je eigenlijk over culturele verschillen. Ook. Zeker. Nee, maar dat is ook logisch. Hè? Ik bedoel, natuurlijk zijn er culturele verschillen tussen Frankrijk en Duitsland en Nederland. En noem allemaal andere landen maar op. En in het huidige voetbal heb je natuurlijk ook, ja, hoeveel Fransen zitten er in mijn elftal? Hè? We hebben ook 5 Brazilianen, we hebben de Afrikanen, we hebben, ja, noem het maar op. Ja, dat is een smeltkroes. Nou goed, daar moeten we een Lyon voetbalcultuur van maken. Ja. En die Lyon voetbalcultuur, die zal eruit bestaan dat wij prijzen willen winnen. En dat we wedstrijden willen winnen. En dus dat winnen, dat zal voorop komen te staan. Maar wel vanuit een bepaalde gedachte zoals wij voetbal willen spelen. Ja, maar dat was er dus daarvoor blijkbaar niet. Het winnen dat voorop stond. Of op een andere manier. Het is anders. Maar, en daarom, hè, jij hebt mij ook verteld, Sampoli zei van ja, het is wel een selectie die, hè, maar deze selectie heeft sinds 2012 niks meer gewonnen. Ja. Toen wonnen ze de beker. En sinds 2008 of 2009 is de laatste keer dat ze kampioen zijn geweest. Ja, terwijl ze op een gegeven moment 7 keer achter elkaar kampioen werden geworden. Exact, zo'n grote club die al jaren niks meer gewonnen heeft. En daar heb ik mijn gedachten over. Die heb ik ook gedeeld met de voorzitter en met Vincent. En nou goed, we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Ja. Ja, dus is eigenlijk ook de grotere uitdaging om van een club die alles heeft gewonnen, daarna in een mindere fase terechtkomt. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken waarschijnlijk met Paris Saint-Germain wat opkomt, waar geld... Ja, maar niet alleen. Dat is te makkelijk. Dat is natuurlijk zo. Maar vorig jaar is Lille ook kampioen geworden. Ja. Het kan dus wel. En Monaco is kampioen geworden. En dit jaar zal de beker ook niet door Paris gewonnen worden. Het kan dus wel. En ja, het is absoluut moeilijk, want daar zit gewoon het meeste geld. Dat is waar. Maar wij moeten het beter kunnen doen dan dat we dit jaar... En we gaan het ook beter doen. En we doen het nu al beter en we gaan het ook beter doen dan dat we dit jaar gedaan hebben. Ja, ja. En wat zijn dan de plekken in je elftal waarvan je denkt, nou, als we daar dan nog iets doen, dat hebben we nodig. Ja, maar dat ga ik niet zeggen, want dan horen spelers die er nu spelen, horen dat ook. En ja, dan moeten nog 3 wedstrijden spelen. Ja. Maar dat weet de club. Ja, ja. En nou ja, dan die cultuur en dan denk je dat je het hier ook in Frankrijk voor elkaar kan gaan krijgen. Dat is wel onze bedoeling. Ja. Dat we hier... gaan presteren met deze club. Ja, en dat kan dan ook met deze manier van spelen in de Franse competitie. Oh nee, maar dat kan, natuurlijk kan dat. Natuurlijk. Ik bedoel, wij stonden met Leverkusen ook bovenaan met die manier van spelen. Dat is mogelijk. Ja, ja, de Bundesliga is natuurlijk wel weer wat anders dan de Liga. Zeker, maar Bundesliga, dat is ook niet makkelijk om daar met zo'n aanvallende speelstijl, hè, resultaten boeken. Maar goed. Daar kan ieder team counteren natuurlijk in de Bundesliga. Zeker, maar dat vergis je niet in de Franse competitie. Het is heel anders dan weer de Duitse competitie. Maar ook hier, hè, we hebben het over Marseille gehad, dat die dus in die wedstrijd tegen Feyenoord 2 snelle jongens voorop hadden staan. Dat heeft iedere club hier. Iedere club hier, ook de ploegen die onderin spelen, hebben voorin spelers staan die snel zijn, die sterk zijn, die een bal kunnen vasthouden. En die kunnen verdedigen, die meedogenloos zijn. Het voetbal is hier hard, is fysiek. Het is niet voor niets dat er ook in Engeland heel veel Franse spelers spelen of uit de Franse competitie komen. Ja. Ze scouten graag hier omdat het een fysieke competitie is. Dus het is niet makkelijk om hier te voetballen. Maar het is mogelijk, absoluut. Ja.